Het maandelijkse gesprek met burgemeester en wethouders door Marianka Peters wordt dit keer gevoerd met wethouder Jan de Laat. Hij vertelt over de nieuwe begroting. Wethouder de Laat, welkom in de uitzending. Dank u wel. De begroting voor volgend jaar is gepresenteerd, heb ik begrepen. Ja. Moeten we schrikken of? Nou ja, het geeft een beeld wat we al een aantal jaren hebben. En dat is dat we gewoon alle zeilen bij moeten zetten om sluitende begroting te maken. Gelukkig is dat dit jaar ook weer gelukt. Dus dat betekent dat we in staat zijn om met de gelden die de gemeente bereiken, voor een groot deel via het Rijk van de Algemene Uitkering en een aantal lokale heffingen, toch zodanig hoeveelheid geld hebben dat we de uitgaven kunnen dekken. Ja, want we hebben dit jaar met de bijcirculair nog even een cadeautje gekregen van het Rijk van 2 miljoen. Precies, ja. En dat is opgelost? Of nou ja, het is zo dat... Nee, we hebben, want het cadeautje was natuurlijk zeg maar een beetje cynisch, want we moesten 2 miljoen inleveren. Hè, dat ik dat toch even aan de mensen uitleg. Ja. De septembercirculaire heeft het iets verzacht, want er is van die 2 miljoen 6 ton afgegaan. Dus dat maakt dat het iets minder erg is. We hebben wel in de zomer, met name de ambtelijke organisatie, is op zoek gegaan naar mogelijkheden om toch die 2 miljoen te kunnen besparen. Dat is voor een belangrijk deel gelukt. Om ook te kijken naar projecten die enigszins uitgesteld werden. Met name in de openbare ruimte is dat zo. Er zijn een aantal trajecten in de armoedebestrijding niet nodig gebleken. En ik geef dan steeds het voorbeeld van de trapliften. Als er minder mensen er zo een nodig hebben, dan hoef je hem ook niet te kopen. En we hadden besloten om iets minder te sparen, de zogenaamde spaaroptie. Nou, en nu is het zo dat we, doordat we die 6 ton minder tegenvaller hebben, dat we zowel iets meer kunnen sparen, dat vind ik heel belangrijk voor ons weerstandsvermogen, als ook een extra reservering in de reserves 3D, dus voor het sociale domein kunnen doen. Ja, ja, want er zou dus met die meisjes, er zou dus ook dit jaar 2 miljoen dan. Ja. En voor volgend jaar 7 ton nog eventjes berekenen. Ja. En dat is dus... Dat is allemaal beter. Het is, dus het is nu ziet, want het is terecht, we kennen elkaar wat lang, dus ik zeg toch maar zegt. Volgend jaar in 2016 houden we zelfs 8 ton over volgens de septembercirculaire nu. Okay. Maar goed, de ervaring leert dat dan de meicirculaire van volgend jaar weer een leuke greep in de kas zal zijn. Ja. Ja. Nou, misschien, ik vind het toch wel plezierig om te vertellen dat ik zelf met alle wethouders financiën in het land contact heb opgenomen. Dat heb ik begrepen, ja. Ja, en het leeft in het hele land dat men het heel onplezierig vindt hoe het Rijk met de gemeente omgaat. En ik heb nu een brief die we aan het ministerie van Financiën gaan aanbieden. En inmiddels hebben 188 gemeenten al hun handtekening onder die brief gezet. Okay. De G4 en de G32 steunen het ook. G4 zijn de 4 grootste gemeenten van Nederland. En de VNG ook, tot aan het hoofdbestuur aan toe. Dus er wordt een beetje druk uitgeoefend nu, precies, collectief. En dan, hebben ze het over de Goudse actie. Nou is dat natuurlijk niet... ik vind het wel leuk dat ze dat zeggen. Maar het geeft ook aan dat er echt breed in het land de behoefte is om tot een zorgvuldige financiering te komen. Maar ook een aantal posten die echt onrealistisch zijn, die aan de bezuiniging worden toegevoegd, die het Rijk over de gemeente afkondigt, om die terug te draaien. Ja, dan kun je inderdaad beter met elkaar optrekken dan eenzaam roepen in de woestijn. Ja. Maar ik ben altijd wel van, kijk, voordat het Rijk echt wat gaat doen, dan zijn we misschien weer een paar jaar verder. Dus we zullen het toch over lange termijn moeten doen. Maar ik vind wel dat wij hiermee ook laten zien dat we ook naar de langere toekomst als college, en ik dan omdat ik van financiën ben als eerste, onze verantwoordelijkheid nemen om voor de gemeente op te komen. Ja. Even voor de kijkers thuis, voor de Gouwenaar. Dat nou, zijn het belangrijkste, hè? Zijn ja, wat gaan ze merken in de portemonnee volgend jaar? Nou, het is de lokale lasten, doel je dan op. Nou, er zijn een aantal aspecten. We hebben vorig jaar hebben we natuurlijk door de raad met 34 van de 35 stemmen hebben een nieuw stelsel voor de riolering. Dat is een duurzaam stelsel. Daarmee gaan de rioleringsrechten wel een stuk omhoog. Nou, de hondenbelasting, dat stond in het coalitieakkoord, die wordt gefaseerd afgebouwd. En we kunnen ook voor de OZB kunnen we een lichte daling realiseren. Het is minder dan ik hoop, maar het is toch ook het past binnen de begroting. En daardoor zullen in zijn totaliteit, en dat zal met name door de riolering, zal ongeveer 4,2% zullen de lasten stijgen. Terwijl we vreesden voor nog veel zwaarder. Ja. Dus we zijn binnen de omstandigheden zijn we eigenlijk best wel tevreden dat we het zo kunnen beperken.
Nou, we gaan de komende weken allemaal uitgebreid natuurlijk, wordt het doorgerekend en zo, dan lezen we het wel in de media. Zeker, hè, de raad details. Zal er van alles van de vinden. De raad, ja, natuurlijk. Denk ik ook. Iets anders, cyclus. Ja, nou, het is een moeilijk besluit voor ons allen, want we zitten met meerdere aandeelhouders, meerdere gemeenten zitten we in de firma cyclus. Ik ben afgelopen week ook bij de opening van het nieuwe pand geweest. Er wordt ook gekeken over wat voor toekomst heeft dit bedrijf. Afvalverwerking is sowieso flink in beweging, hè? De zogenaamde circulaire afvalstromen. Maar goed, mijn rol is in dit traject dat ik de gemeente Gouda vertegenwoordig als aandeelhouder richting cyclus. En ik heb natuurlijk ook de financiën in mijn portefeuille. Nou, het vorige college had het contract met cyclus al opgezegd. Ja, omdat 2018 geloof ik. Ja, eind 2018 en januari 2019 officieel. En dat is gelegen in het feit dat wij, zeg ik dan maar even, de gemeente Gouda, met name over beheren openbare ruimte vonden en vinden dat wij eigenlijk veel te veel betaalden voor wat we ervoor terugkregen. Ja. En dan is het natuurlijk toch de verantwoordelijkheid die wij hebben naar onze burger om toch te kijken van hoe kunnen we sowieso de kwaliteit op orde houden of liefst iets verbeteren, maar toch ook serieus kosten besparen. Ja. En wat even voor het beeld, we geven aan cyclus in zijn totaliteit, hangt een beetje vanaf wat je precies meeneemt, want soms zijn dingen projectmatig. Maar zeg maar tussen de 18 en de 20 miljoen uit op jaarbasis. Ja. Dus het gaat om een gigantisch bedrag. Maar dat is afvalbeheer, maar ook groenbeheer. En groenbeheer zit daarin. Dat wordt nu dus... Dat gaan we gefaseerd afbouwen. Nee, precies. Nee. Want destijds was de gedachte dat meerdere gemeenten dat bij cyclus zouden onderbrengen. Zodat je schaalvoordelen haalt. Nou, eigenlijk is alleen Gouda op dit moment nog klant voor die hele vorm van dienstverlening. Ja, en dat vertroebelt ook de bedrijfsvoering van cyclus. Ja. Want dan heb je... Ja, moeten we daar nou wel op inzetten of niet? Hè? Dus dan is het ook in het belang van cyclus, denken wij, dat er gewoon een marktgericht afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf gaat groeien. Ja. En voor groenbeheer komt de plantsoenendienst weer terug? Nou, wij gaan er zijn een aantal producten die bij het groenbeheer zitten. Overigens is de klantverantwoordelijkheid ligt bij mijn collega. Hilde Niezen gaat over de klandizie van Gouda al. En dat is maar goed ook, want ik weet van de bomen ongetwijfeld veel minder af dan Hilde. En in ieder geval de mensen hier in de organisatie. Maar het standpunt van de gemeente is dat wij in eerste instantie het bij marktpartijen per dienst willen onderbrengen. Omdat je dan per dienst of per activiteit schaalvoordelen haalt. Sommige activiteiten gaan misschien binnen de gemeente. En dan zitten we nu te denken aan wellicht brugbeheer. Omdat we dat denken te kunnen combineren met stadstoezicht. Hè. Dan kun je functies combineren en dan ben je netto beter af. En soms mensen in het toezicht die wat ouder worden, die heb je dan ook nog, kun je perspectief bieden bij het bedienen van de bruggen. Ja. Nou, dat soort aspecten. Ja. Ja. Dus we zullen het eigenlijk optimaliseren per dienst. Maar het uitgangspunt is dat wij als gemeente een regiegemeente zijn en dus minder in de uitvoering zitten. Dus we zullen het, nou, en dan misschien nog één ding toevoegen. Bijvoorbeeld ook op de bedrijfsterreinen leeft bij ondernemers vaak de behoefte om zelf meer te kunnen bepalen hoe het met groen gaat. Bijvoorbeeld de Goudse Poort. Dus wij zullen ook met de verenigingen op de verschillende bedrijfsterreinen in gesprek gaan. Of zij misschien een deel zelf willen doen of daar een grotere rol in de aansturing van willen hebben. Nou, er komt nog heel veel op ons af allemaal. Zeker. Het is niet zo dat volgende week de straat niet meer geveegd wordt. Nee. Zo snel gaat het niet, maar we gaan het allemaal volgen. Hartstikke fijn. Hartelijk bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.